The subject of our discussion today is Isaiah chapter 7. A couple of points to just bear in mind as we begin. Het onderwerp van vanavond is Jesaja hoofdstuk 7. En we willen een paar punten in ons hoofd nemen voordat we beginnen. First, the simple technicality. Als eerst een kleine technisch dingetje. Namely, that as you can see on the front page, our focus is not only on Isaiah chapter 7, but also into chapter 8. Namelijk, zoals jullie kunnen zien op de voorpagina, is dat de focus niet alleen ligt op hoofdstuk 7, maar ook op een stukje van hoofdstuk 8. This pertains to an issue that we've had occasion to discuss in the past as well. Dit hebben we in het verleden ook al een keer behandeld. Namely that the division of the books of the Bible into chapters is relatively recent, not based upon our tradition, and at times rather arbitrary. Dat dus de hoofdstukken van de Bijbel zoals wij die kennen, zeg maar, niet altijd stroken met bijvoorbeeld hoe ze in de Jodendom bijvoorbeeld de hoofdstukken indelen, zeg maar. Daar zit een verschil tussen. So the truth is that I felt that it would be more sensible for us to focus on Isaiah chapter 7 and the first four verses of chapter 8 and begin with verse 5 of chapter 8 next time. Oké, dus het komt nu logischer uit dat we dus hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 tot en met 4 doen, vers 4, en dan beginnen we de volgende keer met vers 5. Okay, that's a technical observation just with respect to how we divide up the chapters of Isaiah. Klein technisch detail hoe we dus de hoofdstukken indelen. On a much more important plane, let's embark upon what we need to discuss in chapter 7 and into chapter 8 as well. Veel belangrijker is dat we dus nu gaan kijken naar wat we dus gaan bespreken in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 ook. Now this pertains to an issue that we've also discussed, indeed we discussed in our introductory session when we embarked upon our study of Isaiah. Dit hebben we al eens eerder besproken, namelijk toen we de introductie van Jesaja hadden gedaan. What I'm referring to is the extent to which the prophecies need to be understood in their times and in the circumstances in which they were said. Dus Robijn refereert naar dat de profetieën die erin staan, dat we die moeten ook moeten zien in de tijd waarop het zich afspeelde. En ook in dat tijdsframe, zeg maar, in de context daarvan. As we've noted, this in our tradition is a critical difference between the way we relate to the Torah in its most restricted sense, the five books of Moses, and the other books of prophecy. Er zit dus in de traditie, Joodse traditie, zit er dus een verschil in de Torah, zeg maar, en de profeten. The Torah and all of its messages are fundamentally timeless, beyond time. De Torah, de boodschappen van de Torah, de leer van de Torah, die is eigenlijk fundamenteel tijdloos. Dus die geldt voor alle tijden. The words of the prophets need to be understood in time, in the context and circumstances in which they were stated. En de woorden van de profeten, die moeten we kunnen zien in de tijd. Zoals ze maar toen opgezegd, opgetekend zijn, opgezegd zijn. En ook in dat tijdsframe. But not because we're studying history. Maar niet alleen omdat we nu geschiedenis gaan leren. Rather, once we can appreciate the circumstances in which the prophet is speaking to his contemporaries, we can better understand how the prophet is also speaking to us. Dus we eerst als we eerst leren hoe de profeet sprak in zijn eigen tijdsframe, zeg maar.
Kunnen we ook beter leren hoe het voor ons nu van toepassing is. Now, this is always true when we study the words of the prophets, but it's especially true for the prophecies that we are discussing in today's session. Dit geldt over het algemeen voor alle profeten, maar het geldt ook specifiek toch wel voor de onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. That's not just because the way chapter 7 begins is, and it came to pass in the days of Achaz, and we have a specific time frame. Het is niet alleen omdat hoe hoofdstuk 7 begint in de tijd van Achaz, in dat tijdframe. After all, in chapter 6, we noted the opening verse tells us it came to pass in the year of the death of King Uzziah. En ook in hoofdstuk 6 zien we dan hoe hoofdstuk 6 begint, in het sterfjaar van koning Uzziah. So this isn't the first example in which we have a specific identification of a time frame when the prophecy was stated. Dus dit is niet het enige, hoe hoofdstuk 7 begint, is dus niet het enige voorbeeld dat het in die tijd ook van toepassing is. But here, the historical circumstances that the prophet is addressing are very central. Alleen hier zijn dus de historische omstandigheden zijn heel belangrijk. So let's consider then what those circumstances are, what they tell us, and once we can understand what the prophet is saying about those circumstances, to understand what he's also saying to us. We gaan eerst kijken wat die omstandigheden dan waren en wat ze ons vertellen, wat we kunnen leren. En daarna kijken wat de profeet dan zegt in die omstandigheden en hoe wij daar dan nu in onze tijd ook van kunnen leren. So, the historical circumstances are described straight at the beginning in the first two verses here. Dus en historische omstandigheden die worden direct in de eerste twee versen omschreven. We read then from the outset here. En we lezen dan vanaf het begin. It came to pass in the days of Achaz, the son of Jotham, the son of Uzziahu, king of Judah. In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotham, de zoon van Uzziah, regeerde over Juda. That Ritzin, the king of Aram, and Pekach, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem to war against it. But could not prevail against it. Trok koning Rezin van Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaliahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Now we see, in particular throughout the Book of Kings, that these three relatively small kingdoms, Israel, Judah, and Aram, were, for the most part, almost continuously having skirmishes, battles among them. We zien dus ook in Koningen, Boek Koningen, zien we dus steeds terug dat deze drie kleine, relatief kleine koninkrijkjes, Israël, Aram en Juda, dat ze steeds verwikkeld zijn in strijd, in gevechtjes als het ware. And alliances shift. Here, the alliance is between Aram and Israel against Judah. En je ziet dan dat de samenwerkingen nog wel eens verschuiven. En hier is dus de samenwerking tussen Aram en Israël. And in verse 2 we then read, it was told the house of David, that is the dynasty that rules over Judah, that Aram is confederate with Ephraim.
toen in vers 2 het koningshuis van David het bericht kreeg van Aram en Ephraim de krachten gebundeld hadden. And the continuation of the verse, his heart was moved and the heart of his people as the trees of the forest are moved with or because of the wind. En het vers vervolgt, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart en zij beefden als bomen in de storm. Whose heart was moved? It's not entirely clear from the text, but let's grant what seems to be the consensus of commentators, for the most part, that it is the house of David that is moving, that is shaking, like the trees in the wind, because of this development. Wiens hart wordt bewogen, komt niet helemaal duidelijk naar voren uit de tekst. Maar wat andere bijbelcommentaren ook zeggen, is dat het dus waarschijnlijk gaat over dat het koningshuis van David schudde als bomen in de storm. Now, we'll still need to consider shortly how this moving, shaking heart expresses itself. Dus we moeten even goed bij stilstaan dat schudden als de bomen, zeg maar, wat dat betekent, wat die uitdrukking betekent. But what is most directly relevant in the narrative here is that God says to Isaiah, go forth now to meet Achaz, you and Sha'ar Yashuv, your son, at the end of the conduit of the upper pool in the highway of the fuller's field. En wat dus belangrijk is dus dan verder in vers 3. Toen zei de Heer tegen Jesaja, ga samen met je zoon, Sear Yasub, op weg om Agas te ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de watertoevoer in de bovenste waterbekken uitkomt. And the message is, well, don't shake. Say to him, be calm and be quiet. Fear not, neither let your heart be faint because of these two tales of smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin and Aram and of the son of Remalia. En de boodschap is, zeg tegen hem, houd het hoofd koel, laat u geen schrik aanjagen door die twee smeulende stukken hout, Rezin van Aram, zoon van Remalia, hoe hoog hun woede ook oplaait. That is in verses 5 and 6, we read what the plan was. The plan was to conquer Judah and appoint a different king in Judah who would presumably be more amenable to the new conquerors, Aram and Israel. And in verse 7, God says, it shall not stand, neither shall it come to pass. Won't happen. In het plan dus was om van Israël en Aram om een nieuwe koning dus neer te zetten in Juda. En dan lezen we dus verder in vers 7 wat er dan gebeurt. Dat het ook niet zal gebeuren. The continuation in verses 8 and 9 elaborate on what is not going to happen. And ultimately what's not going to happen besides prevailing over Judah is any kind of continuation for either kingdom, either Aram or Israel. They are both doomed to destruction. Ja, dus in vers 8 en vers 9 wordt het dus voortgezet, zeg maar. Dat, dus wat er niet gaat gebeuren, als het ware. En dat twee, allebei die koninkrijken, Aram en Israël, dus niet over Juda zullen winnen. The final phrase in verse 9, I must admit, again, is not entirely clear because it can be read in more than one way. If you will not have faith, surely you will not be established. Or, if you do not believe, it is because you cannot be believed. In vers 9 kun je dus eigenlijk op twee verschillende manieren uitleggen. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand, is dus de eerste. Tweede, als jullie dus niet geloven, dan komt het dus omdat jullie niet geloven. There are different ways of understanding
who is saying this to whom. But the simplest understanding is this is part of God's message to Ahaz, who indeed does not have faith and cannot be believed. Even kijken wie dan wie wat tegen wie zegt. En het is eigenlijk God die dit dus zegt. En dat het te maken heeft met het tekort van geloof van Ahaz. And maybe on that note, before we continue with the text of the chapter, we should continue with the identity of Ahaz and recall some of the things we've discussed previously with respect to who Ahaz was and what we know about the period in which this is taking place. Voordat we nu verder gaan, gaan we eerst kijken naar wat Ahaz voor een persoon was en wat hij voor een koning was in zijn dagen. So, on that note, we turn to both the Book of Kings and the Book of Chronicles, and truth is, we see almost exactly the same description, at least initially, in both. We gaan naar twee boeken toe, naar Koningen en naar Kronieken. En dan zien we dus bijna een gelijkwaardige omschrijving in beide boeken. In the second book of Kings in chapter 16, let's begin with verse 2. We read about the reign of Ahaz, and we read that he did not that which was upright in the eyes of God, like David his father had done. And then Koningin 2, hoofdstuk 16, vanaf vers 2 lezen we dus over Ahaz. En dat hij dus niet... hij deed niet wat goed was in de ogen van de Heer, staat daar, zoals zijn voorvader David. Rather, verse 3, he walked in the way of the kings of Israel and made his son to pass through the fire according to the abominations of the nations whom God had cast out from before the people of Israel. En we lezen dan verder in vers 3, maar hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zo ver dat hij zijn zoon als offer verbrandde volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Then in verse 4, he sacrificed and offered in the high places and on the hills and under every leafy tree. Vers 4, hij bracht offers en brandde wierook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladrijke boom. This is much what we read in the second book of Chronicles in chapter 28 as well. We're not going to repeat the content, but this is pretty much the theme with respect to the reign of Ahaz. En dit is dus ook wat we lezen in Kronieken hoofdstuk 28. En dit is dus eigenlijk een beetje het thema van wie koning Ahaz was. And by consequence of having been such a bad king in God's eyes, we read later on in the coming verses about what happened during his reign. En de consequenties van om een slechte koning te zijn in de ogen van God, daar lezen we in de volgende verzen. Now the next verse in the second book of Kings chapter 16 is very similar indeed to what we read in the opening verses of chapter 7 in Isaiah. En dus de volgende verse die we gaan lezen in 2 Koningen, die zijn dus nagenoeg hetzelfde als de openingsverse van Jesaja 7. Except we get some additional clarification that's important for us to bear in mind. Alleen er zit een extra toevoeging bij die voor ons belangrijk is om in het hoofd te houden. In the second book of Kings, chapter 16, verse 5, then Rezin, king of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, came up to Jerusalem to war, and they besieged Ahaz. In die tijd trokken koning Rezin van Aram en koning Pekah van Israël, de zoon van Remaliah, tegen Jeruzalem ten strijde. Ze dreven Ahaz in het nauw, maar slaagden er niet in hem te overwinnen. Now we didn't read that there was an actual siege in our chapter in Isaiah, but there was. We lazen dus niet in dat er een aanval was, maar die was er dus wel.
it's true that they were unable to overcome Jerusalem, but there was still a siege with everything that goes with a siege. Ja, ze, het lukte hun dus niet om Jeruzalem over te nemen, of te overwinnen van Jeruzalem. Maar er kwam dus wel allerlei dingen bij kijken die erbij komen kijken als je ten strijde trekt. And furthermore, while Jerusalem was saved, that wasn't what happened with all the rest of Judah. En Jeruzalem was wel gered, maar dat was niet wat dat gold niet voor de, ja, voor de rest van Juda. In verse 6 we read, at that time Rezin, king of Aram, recovered Eilat to Aram and drove the Jews from Eilat. And the Edomites came to Eilat and dwelt there unto this day. Dus vers 6. Het was in diezelfde tijd dat koning Rezin van Aram Eilat weer bij zijn rijk inlijfde en de Judeërs eruit verdreef. De Edomieten trokken Eilat binnen en ze zijn er gebleven tot op de dag van vandaag. And in the parallel passage, in the second book of Chronicles, chapter 28, we read at even greater length of the devastations that took place in Judah during this period. En in de parallele versen van Chronieken 2, daar lezen we ja, wat uitgebreider over de vernietigingen. That God delivered Achaz and the people of Judah into the hand of the king of Aram, and also delivered into the hand of the king of Israel in the first instance, carried away of his a great multitude of captives in the second instance, who smote him with a great slaughter. Dus ja, God die leverde hem uit aan de koning van Aram. En vervolgens werd hij ook nog overgeleverd aan de koning van Israël, die een grote overwinning op hem behaalde. The scale of destruction is scarcely even imaginable. In verse 6 we read that Pekah, son of Remaliah, slew in Judah 120,000 people in one day, all of them valiant men. Dus ja, eigenlijk hoe groot die veldslag dan was, zeg maar, dat is ja, vrij heftig, echt vrij groot. Pekah, de zoon van Remaliahu, doodde in Juda 120.000 man op één dag. Alle geoefende krijgsmannen. In verse 8 we read that the people of Israel carried away captives of their brethren, of Judah, 200,000 women, sons and daughters. Vers 8 lezen we dus, dan de Israëlieten voerden 200.000 vrouwen, zonen en dochters van hun broeders als gevangenen weg. So clearly we're speaking of a period in which there were great upheavals, terrible, terrible devastation. Dus we hebben het echt over een periode waar dus echt flinke strijd was en verschrikkelijke vernietigingen waren. And the prophet Isaiah comes to Achaz in the thick of all this and says, be calm and be quiet. It'll be okay. En de profeet Jesaja die komt dus met dit in ons hoofd, zeg maar, bij de koning en die zegt, rustig maar, het komt allemaal goed. Now indeed, we do read in the book of Kings of what eventually befell both of Judah's enemies here. En uiteindelijk lezen we dus ook wat er gebeurde verder in Koningen, twee koningen. They indeed eventually reached total destruction. With respect to the king of Assyria, we read in the second book of Kings in chapter 16. En we lezen nu verder in Koningen 2, wat er dus verder dan gebeurde. In verse 7, Achaz, who evidently did not simply sit quietly, sent messengers to Tiglath-Pileser, the emperor of Assyria, saying, I am your servant and your son. Come up and save me out of the hand of the king of Aram. Obviously, he didn't do this for free. That is, Achaz took the silver and gold that was found in the house of God and in the treasures of the king's house and sent it for a bribery to
the king of Assyria. Dus vers 7 lezen we dan verder. Achaz stuurde gezanten naar de koning van Tiglath-Pileser van Assyrië met de boodschap: ik ben uw dienaar en uw zoon. Trek op en verlos mij uit de greep van de koning van Aram en de koning van Israël, die zich tegen mij hebben gekeerd. Maar hij deed het niet zomaar voor niks. Hij had een soort omkoop erbij. Hij zette zijn verzoek kracht bij door het goud en zilver uit de tempel van de Heer en de schatkamers van het koninklijk paleis aan de koning van Assyrië te laten overhandigen. Well, according to what we read here at least, the king of Assyria accepted the bribe and acted accordingly. He went up against Damascus, seized it, carried the people of it into exile, and slew Ritzin, the king of Aram, Judah's enemy. De koning van Assyrië die gaf hier dus gehoor aan. En aan Achaz verzoek. Hij trok op tegen Damascus en nam de stad in. En de bevolking voerde hij als ballingen naar Kir. En Resin liet hij ter dood brengen, de koning van Aram. So he did not exactly have a very pleasant end, to put it mildly. Hij had dus geen plezierig einde, om het mild te zeggen. And the same thing is true of the other enemy, Pekach ben Remaliahu, son of Remaliahu, the king of Israel. This we read in the second book of Kings in chapter 15. En hetzelfde gebeurt dus ook met koning Pekach van Israël, waar we over lezen in hoofdstuk 15. Well, we already saw that Achaz did not do what was upright in the eyes of God. Well, neither did Pekach. He did what was evil in the sight of God. And what? In verse 29, we read of the consequences. We hadden dus eerder gelezen dat koning Achaz dus niet deed wat juist was in de ogen van God. Pekach, die deed dat ook niet. En we lezen wat daar de gevolgen van waren in vers 29 van hoofdstuk 15. This really begins the exile of the 10 tribes of northern Israel. That Pekach, in his day, was the king, and the emperor of Assyria, Tiglath-Pileser, came and took the various areas in northeastern Israel, including all the land of Naphtali, and exiled them to Assyria. Hier begon dus het wegnemen van de 10 stammen van Noord-Israël. In die tijd van koning Pekach van Israël viel koning Tiglath-Pileser van Assyrië het land binnen. Hij veroverde Ilion, Abel Bet Maacha, nog meer gebieden in het noorden van Israël, inclusief het gebied van Naphtali, en voerde de inwoners van die steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee. But we can imagine that this devastating military defeat did not make Pekach particularly popular with the people of Israel. And in verse 30 we read that Hoshea, the son of Elah, made a conspiracy against Pekach and smote him and slew him and reigned in his stead. Dus deze tegenvallers, die daardoor werd koning Pekach dus niet erg populair bij het volk. En in vers 30 lezen we dan ook. Tegen Pekach, de zoon van Remaliahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Dat was in het 20ste regeringjaar van koning Jotam. So just as Pekach had become king by murdering his predecessor, so Hosea became king by murdering Pekach. Verder dus de zoon Pekach werd dus vermoord, zeg maar. En Hosea werd dus eigenlijk koning door Pekach te vermoorden, net zoals Pekach eigenlijk ook koning was geworden door anderen te vermoorden. Besides the fact that Pekach obviously did not have a very pleasant death himself, this is signaling practically the end of the kingdom of northern Israel, that is Hoshea, the son of Elah, was indeed king in that final decisive defeat
at the hands of Sancheriv that resulted in the exile of all of northern Israel. Ja, dus Pekach die kwam dus op niet zo'n fijne manier aan zijn einde. En hier begint dus echt werkelijk het einde van het koninkrijk van Noord-Israël. En ja, Hosea is hier nu koning waar dus eigenlijk Israël wordt weggevoerd, de 10 stammen van Israël. So of course, on the one hand, what we see in these passages is clearly the fulfillment of God's words through Isaiah. Dus wat we hier aan de ene kant zien is dus de vervulling van Gods woord door Jesaja. It shall not stand, neither shall it come to pass. Het zal niet stand houden, het zal ook niet gebeuren. That it is both Ritzin and Pekah, the two enemies of Judah, will pay the price for their going to battle against Judah. The punishment comes from God and it is their utter destruction. Dus allebei de tegenstanders die van Juda, die hielden dus geen stand. En werden dus allebei gestraft door God. That's of course all on the one hand. Dat is alles dus aan de ene kant. On the other hand, it's instructive for us to consider what we read in the second book of Kings, chapter 15, verse 37. Aan de andere kant is het dus goed om over na te denken wat we dus lezen in Koningen, 2 Koningen, hoofdstuk 15, vers 37. In those days, God began to send against Judah Ritzin, the king of Aram, and Pekah, the son of Remaliah. Het was in die tijd dat de Heer voor het eerst koning Rezin van Aram en koning Pekach van Israël op Juda afstuurde. Now for the record, in those days was before the reign of Achaz. This is taking place in the time of the reign of Jotham. Dit was dus in die dagen, zeg maar, waar het mee begint, was dus voor de regering van Achaz. Dus nog daarvoor. Dus toen was Jotham was nog koning. I really want to call our attention to the fact that here we read that Ritzin and Pekah are being sent as divine messengers, messengers of punishment against Judah. Because even in the time of Jotham, things weren't exactly the way they should have been, as we read in verse 35. En hier worden dus de koningen van Aram en Israël als een soort boodschappers tegen Juda gestuurd. Omdat daar de zaken ook niet helemaal goed gingen zoals ze hoorden. Now the truth is that we already saw that theme expressed in the second book of Chronicles, in chapter 28, verse 5. That is that God delivered Achaz into the hand of the king of Aram and also into the hand of the king of Israel. En zoals we dus al lazen is in 2 Kronieken, is dat God hun uitleverde in hun handen. Which obviously raises the question, so which is it? If they're sent by God, why are they being punished? And if they're being punished because of something that they instigated on their own, then why are they being called messengers of God? Dus hoe zit het nou? De vraag is, ja, hoe kan dat nou? Dus aan de ene kant worden ze dus gestuurd door God als boodschappers. En aan de andere kant worden ze dus gestraft door God, omdat ze dus tegen Gods wegen ingingen, zeg maar. Well, admittedly, we've discussed this question at other times as well, but I think it's important for us to, at the very least, bear in mind the answer for now as well. Ja, deze vraag hebben we al eens eerder behandeld, maar het is goed om er nu nog een keer naar te kijken, om hem in het hoofd te houden. When we read in Deuteronomy chapter 22, verse 8, of the mitzvah, the commandment, to make a railing around the roof of our home. En we lezen in Deuteronomium hoofdstuk 22, vers 8, de regel.
voor als je een huis bouwt. There's an interesting subtlety in the Hebrew that I expect probably doesn't appear in the translation. Er zit een subtiel in Hebreeuws in het Hebreeuws zit er een subtiel iets in wat we waarschijnlijk in de vertaling niet terug gaan zien. When you build a new house, then you shall make a parapet, a railing for your roof, that you not bring a liability of blood upon your house if literally the faller falls from it. Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade. Anders bent u aansprakelijk wanneer iemand er afvalt. En daar staat dus letterlijk de faller, dus de valler, daarvan afvalt. Which inevitably raises the question, if he didn't fall yet, why are you calling him a faller? Dus rijst de vraag, als hij nog niet gevallen is, waarom wordt hij dan de valler genoemd? And the answer that his falling has already been ordained by God. Het antwoord is dat dat hij gaat vallen, dus al vastgezet was door God. As we read in Isaiah chapter 41, verse 4, God is the one who called the generations from the beginning. God wrote the script. En zoals we lezen in Jesaja hoofdstuk 41, vers 4, wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de Heer, was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn. Dus God die heeft alles in de hand. So the faller has already been designated to be a faller. Dus de valler was al min of meer voorbestemd om te vallen. But once we've reached that conclusion, the obvious question is, so why bother making a railing around the roof? God already decided that he's going to fall. Dus als we dit hebben vastgesteld, waarom zouden we dan eigenlijk een railing gaan maken om het huis, op het dak? Want hij stond al vastgesteld dat hij zou gaan vallen. And the answer is, that's not your business. En het antwoord is, dat is niet onze zaak. That is, you choose whether you're going to be allying yourself with what God wants you to do by putting a railing around the roof, or not. Het is namelijk onze keuze of wij willen meewerken met God om een railing te bouwen op het huis, of niet. If you choose to put the railing around your roof, then you are choosing to do what God told you to do, and you're being an ally of God, so to speak, in the script that he's writing. Als wij dus railing bouwen op het dak, dan zijn wij dus eigenlijk medestanders. En werken wij dus mee in het script wat God aan het schrijven is, als het ware. If you don't put a railing around the roof, then you are choosing to do what is wrong by God by not putting the railing there, and you're choosing then to act in a way that runs against what God said. En als je dus ervoor kiest om geen railing te bouwen op je dak, dan kies je er dus voor om dus tegen God in te gaan. En om tegen datgene wat hij zegt in het script, om daar ga je dus dan tegen in. But you're still going to be advancing the plan and you'll still have a role in the script. Maar je bent nog steeds onderdeel van het plan en je hebt nog steeds een rol in het script. We have a saying in our tradition that God rolls merit, good, into the world through meritorious good people, and he rolls bad liability into the world through bad liable people. God die, er is een gezegde in het traditie, Joodse traditie, is dat dus God het goede in deze wereld rolt door de medewerking van de goede mensen, en het kwade in de wereld rolt door in principe dus de werking van de slechte mensen, de kwade mensen. This
is an idea that may be intimated in Proverbs chapter 26, verse 10, where admittedly the Hebrew text can be translated in a number of very different ways. Hier staat ook iets over in Spreuken, hoofdstuk 26. En ja, dan kun je, zoals het daar staat, op verschillende manieren kan het worden uitgelegd. So the translation in your Bibles may not conform to this translation, but the Hebrew text certainly supports it. And that is, great is he who performs all, and he hires the fool, and he hires transgressors. Het kan dus zijn dat onze vertaling niet helemaal overeenkomt met de vertaling die hier gegeven wordt. Er staat dus, wie een dwaas in dienst neemt, of een onbekende, is als een boogschutter die blindelings schiet. It's a different translation. That's why if you could translate the English here, because I realize there are many different translations of this verse. Yeah. Dus de vertaling groot is degene die alles performs, alles uitvoert, en hij huurt een huurt de onnozelen en hij huurt de slechterik, als het ware. Okay, so of course, in understanding what this means, great is he who performs all, obviously that's talking about God. Ja, he performs all because he writes the script. Om te begrijpen wat er dus wordt bedoeld is, God die alles, hij die alles doet, is dat is dus God, zeg maar. Dus hij schrijft het script, hij is in control, zeg maar. And he hires everyone. Everyone has a role in the drama. En ja, hij betrekt dus iedereen. Hij huurt iedereen. Iedereen heeft een rol in het spel, in het drama. Spel. Including the fool, including the transgressors, the sinners, everyone. Dus, ja, inclusief de onnozele mensen of en inclusief de zondaars of de slechte mensen. Iedereen. So, Pekach and Ritzin, the kings of Israel and Aram, respectively, have both chosen a role for themselves in God's drama, and the roles that they choose bring about their own destruction, their choice. Dus Pekach en Rezin, dus de koningen van Aram en Israël, die hebben dus allebei hun rol in het spel, in het grote spel van God, zeg maar. En ja, hun keuzes waren slechte keuzes en daarvoor kwamen dus ook de gevolgen. Er waren ook slechte gevolgen voor hun. It's their choice, but once they've chosen, then God uses them. He sends against Judah, Ritzin and Pekach, as his whip of punishment. Dat was hun keuze en God die gebruikte hun, dus als het ware, als een soort zweep tegen Juda. And punishment is indeed necessary. En de straf die was ook nodig. Again, recall God's message through Isaiah to Ahaz to be calm and be quiet. Dus opnieuw nog weer de boodschap van Jesaja, dus tegen koning Achaz. Wees kalm en wees stil. A message that, as we've already noted, Achaz ignores. En een boodschap die, zoals we dus hadden al opgemerkt, die Achaz dus negeert. In the second book of Kings, chapter 16, verse 10, in fact, we read about what Achaz did in order to combat the threat from Aram and Israel. En koningen, 2 Koningen hoofdstuk 16 vanaf vers 10 lezen we dus wat er verder dan gebeurt met Achaz. That is, we had already seen in the verses preceding, in verses 7, 8 and 9, how Achaz bribes Tiglath-Pileser, the king of Assyria, to come to his aid. We hadden dus in de voorgaande verzen gelezen hoe koning Achaz, de koning van Assyrië, als het ware omkocht.
Well, that wasn't enough for Ahaz. In verse 10, he went to Damascus himself to meet Tiglath-Pileser, the emperor of Assyria. Het was dus niet genoeg voor koning Ahaz en hij ging dus zelf naar Damascus toe om koning Tiglath-Pileser van Assyrië te ontmoeten. And he sees the altar in Damascus, the pagan rituals that are being observed with that altar, and he has a copy of the altar made for him in Jerusalem. En hij ziet daar de, ja, het heidense altaar en hij heeft ja, dat gedetailleerd nagemaakt in Jeruzalem. And in the verses that follow, we read of how Ahaz copied the pagan rituals of Tiglath-Pileser, of the Assyrians, inside the Holy Temple, rearranging the Holy Temple. En nu lezen we dus in de volgende verse hoe koning Ahaz dus die gebruiken, die heidense gebruiken, kopieert als het ware. En die gaat uitvoeren in de tempel. Die dus eigenlijk de tempeldienst verandert, zeg maar. A complete perversion of the holy service of God for which the temple was dedicated. For Ahaz, the temple is appropriated for his idolatry, for his paganism. Dus ja, volledige perversie als het ware van, ja, van de heilige tempel en de tempeldienst. En ja, de koning Ahaz die maakt daar ja, zijn heidense dingen daarvan. This is the first time in its history the Holy Temple was so utterly defiled. Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat de tempel zo erg was bevuild als dat. In the version of this narrative that we read in the second book of Chronicles in chapter 28, it is arguably even worse. En als we in 2 Kronieken hoofdstuk 28 gaan lezen, dan is het nog erger. Clearly it's describing the same progression of corruption and depravity. Het omschrijft ja, dezelfde corruptie, zeg maar. In verse 16, likewise, at that time King Ahaz sent unto the kings of Assyria to help him. In vers 16, het was in diezelfde tijd dat koning Ahaz de hulp inriep van de koning van Assyrië. To help him, because in verses 17 and 18 we read about all of the invasions and the battles that were being inflicted upon Judah during this period. Om hem dus te helpen tegen de invasies en tegen de, ja, de strijden die tegen Juda gingen. But we also read the reason. In verse 19, God brought Judah low because of Ahaz, king of Israel, for he had cast away restraint in Judah and acted treacherously against God. We lezen ook waarom. Dus de Heer had Juda vernederd, omdat Ahaz als koning van de Israëlieten de zeden in Juda had laten verwilderen en zijn plicht tegenover de Heer had verzaakt. And here, ironically, we read that Tiglath-Pileser didn't help Ahaz, but rather on the contrary, he distressed him. En hier lezen we dus dat koning Tiglath-Pileser hem eigenlijk niet hielp, maar hem eigenlijk grotere stress bracht. He tried to appease, he tried to ignore the words of God through his prophet Isaiah to be calm and be quiet, and it didn't even help. Dus hij negeerde de boodschap van God door Jesaja heen om kalm te blijven. En ja, uiteindelijk hielp dat deze eigen weg en dat hielp uiteindelijk hielp dat niks. And what's worse, in verse 22 we read, in the time of his distress, he acted even more treacherously against God. En wat nog erger was, is
toen wij lezen dat in vers 22, toen hij zo in het nauw was gedreven, beging hij, koning Achas, nog meer overtredingen tegenover God. Verse 23, for he sacrificed unto the gods of Damascus, which smote him. And he said, because the gods of the kings of Aram helped them, therefore will I sacrifice to them, for they may help me. Dus wat hij deed was, hij bracht offers aan de goden van Damascus, die hem hadden verslagen. Want hij dacht bij zichzelf, de goden van de koningen van Aram helpen hun volk wel. En als ik hun offers breng, helpen ze mij vast ook. En of course, all this does is it leads to greater ruin and stumbling for Achaz and for all of Israel, and provokes God, the God of his father. Dus dit veroorzaakt alleen nog maar meer ellende en brengt Israël ten val. En het wordt alleen nog maar erger en erger en je wekt de woede van God op, als het ware. So this is the background of what's taking place here in Judah, in the Middle East, during the reign of Achaz. Dus dit is de achtergrond van wat er gebeurt in Juda, in Jeruzalem. It's important for us to appreciate the extent to which this was unprecedented upheaval. I'm sorry, can you please repeat? It's important for us to appreciate the extent to which this was unprecedented upheaval. Ja, dus is heel complete transformation. Ja, heel belangrijk om dit in je achterhoofd te houden, zeg maar. Al het kwaad wat er gebeurt. That is again, this wasn't the peaceful part of the world. There were the skirmishes always going on between the small kingdoms in the area, but this was a completely different level. Ja, er waren dus altijd wel schermutselingen als het ware tussen de kleine koninkrijkjes, maar dit was dus van een compleet ander niveau, deze gevechten. And it's important for us in that context to recall just how God conveys the message to Achaz to be calm and be quiet. Het is dus belangrijk om in deze context te zien hoe God door Jesaja de boodschap brengt om kalm te blijven en rustig te blijven. First, in verse 3, we read again in our chapter, in Isaiah chapter 7, that God says to Isaiah, go forth now to meet Achaz, you and Sha'ar Yashuv, your son. Dus we lezen dus nu in vers 3, hoofdstuk 7, vers 3. Toen zei de Heer tegen Jesaja, ga samen met je zoon, Sha'ar Yashuv, op weg naar Achaz te ontmoeten. Op weg om Achaz te ontmoeten. We read of two additional children in this chapter. All appear to be children of the prophet Isaiah. Let's consider this one, Sha'ar Yashuv, who is mentioned by name only here, nowhere else in the Bible. We lezen dus over zonen van de profeet Jesaja. Nu hebben we hier de zoon Sha'ar Yashuv. Die wordt hier bij naam genoemd. En alleen maar hier op dit vers en nergens anders in de Bijbel. But the name means something. The name means a remnant shall return. De naam die heeft betekenis. De naam betekent een remnant shall return, dus een overblijfsel zal terugkeren. And the truth is that although as a name, this is the only place in the Bible where we encounter the name Sha'ar Yashuv, we encounter the words, the expression Sha'ar Yashuv, twice, back to back, in Isaiah chapter 10. Dus hier is het de enige keer dat de naam wordt genoemd. In Jesaja hoofdstuk 10 wordt de uitspraak nog twee keer genoemd. In chapter 10, verse 20, it shall come to pass in that day that the remnant of Israel and they that are escaped of the house of Jacob shall no more again lean upon him that smote them,
but shall lean upon God, the Holy One of Israel, in truth. Dus in vers 20, Jesaja 10, vers 20. Op die dag zullen de overlevenden van Israël niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jacobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de Heer, de Heilige van Israël. Ironic, isn't it? That the one upon whom the people of Israel were leaning was Assyria. En ironisch om te zien dat dus degene waar Israël op aan het leunen was, was Assyrië. The irony shouldn't be lost on us, because remember, the prophecy in chapter 7 concerns the two enemies of Judah, Aram and northern Israel. En de ironie moet niet verloren gaan, want waar de profetie over ging, dat waren dus de twee koninkrijken Aram en Israël. Ahaz goes to Assyria, leans on Assyria, in order to be saved from Aram and Israel. En Ahaz die gaat dus naar Assyrië en leunt op Assyrië om te ontkomen aan Aram en Israël. But the remnant is supposed to learn to not lean upon him that smote them, which Assyria did. En het overblijfsel moet dus leren dat ze dus niet meer leunen, niet vertrouwen op degene die hun heeft kwaad aangedaan heeft. And by learning that message, we get to verse 21. A remnant shall return. She'ar Yashuv. En dat lerende komen we bij vers 21. Een rest zal terugkeren naar de sterke God. Dus dat is dus in het Hebreeuws She'ar Yashuv. En in verse 22 as well. A remnant of them shall return. En in vers 22, slechts een rest zal terugkeren. Again in the Hebrew, She'ar Yashuv. En opnieuw in het Hebreeuws, She'ar Yashuv, dus de naam van de zoon van Jesaja. The continuation of the verse, again, is subject to different translations. I think the most plausible is, the remnant of them that shall return, shall wash away with righteousness the decreed destruction. En het vervolg van dit vers is weer een beetje wordt op verschillende manieren vertaald. I'm gonna read in English. The remnant. That is again the remnant that returns. Yes. Will with their righteousness wash away the decree of destruction that God had decreed. Yeah. Yes, it is different in our translation. I'm sure it is. There are different translations of this verse. Yeah. De vertaling is dus dat de rechtvaardigheid zal dus het uitgaan van de vernietiging zal dus worden weggewassen door de rechtvaardigheid van het volk. It could be read as pertaining to the decree of destruction against Assyria as well. Daar kun je dus ook uit lezen nog dus het decree van de uitvaardiging van de vernietiging door Assyrië. The subsequent verses definitely are talking about the decree of destruction against Assyria. En het gaat dus wel definitief over de vernietiging van Assyrië. In verse 23, for an extermination wholly determined shall God, God of hosts, make in the midst of all the earth. In vers 23, want God de Heer van de hemelse machten heeft tot vernietiging van het hele land besloten. And therefore, in verse 24, don't be afraid of Assyria, headed for destruction. En daarom staat er dus, wees niet te bang voor Assyrië, dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan. So that ultimately, verse 27, it shall come to pass in that day that his burden
shall depart from off your shoulder, and his yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed by reason of fatness. Assyria is doomed to destruction. Dus in vers 27 eindigen we dan met: op die dag wordt de Assyrische last van je schouders genomen, je nek wordt van zijn juk bevrijd. Het sterke juk zal verbrijzeld worden. But that's all you should stress. Still in the future. Dit is nu nog steeds in de toekomst. The present threat to Judah doesn't come from Assyria. At least Ahaz and his contemporaries in Judah don't realize that the threat is really Assyria. They only see the immediate threat of Aram and Israel. De dreiging komt dus in de eerste instantie niet van Assyrië. Althans, dat denkt dus koning Ahaz. En daar zijn er, want hij ziet dus alleen maar de korte termijn dreiging van Aram en Israël. And God tells Isaiah to go to Ahaz specifically with his son Sha'ar Yashub, whose name is all about the restoration of Judah and the destruction of Assyria. En God die geeft dus Jesaja de opdracht om naar Ahaz toe te gaan. En dus specifiek met zijn zoon Sha'ar Yashub, waar dus eigenlijk voor staat voor het herstel van Juda. And the truth is that all of this is concealed. En dit is nog verborgen. In fact, I can't help but share with you that as opposed to the other children whose names appear in our chapter, Sha'ar Yashub's name is never explained explicitly anywhere in the book of Isaiah. Dus ten opzichte van de andere twee zonen van Jesaja wordt dus de naam van Sha'ar Yashub wordt dus nergens echt specifiek uitgelegd in het boek Jesaja. And one also can't help but note here Isaiah chapter 8, verse 17, when the prophet says, I will wait for God, who hides his face from the house of Jacob, and I will hope for him. En dus in vers 17, ik stel mijn vertrouwen in de Heer, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Ik heb mijn hoop op hem gevestigd. I'm hoping. I'm waiting. But he's hiding his face. Dus hij hoopt en hij wacht, maar God verstopt zijn aangezicht. And all I have is the realization, verse 18, that I and the children whom God has given me shall be for portents, tokens, signs in Israel from the God of hosts who dwells in Mount Zion. Dus dat is vers 18. Ik ben met de kinderen die de Heer mij gegeven heeft een teken voor Israël, een zinnenbeeld van de Heer, van de hemelse machten die op Sion woont. But there's so much we don't know. And maybe even that Isaiah himself doesn't know. Maar er is nog ook veel wat we niet weten en wat misschien zelfs ook wel Jesaja zelf niet weet. Now, when Isaiah conveys this prophecy to Ahaz. Dus wanneer Jesaja deze profetie brengt aan Ahaz. There's an additional aspect, and this is one final aspect that I think it's critical for us to consider in this chapter. And that is that God, through Isaiah, says to Ahaz, ask a sign of God your Lord. Ask in the depth or in the height above. Er is nog een aspect wat we, ja, wat we toch willen, mee willen nemen. Dat is wat, dat er staat dat God door Jesaja heen zegt tegen Ahaz, vraag om een teken. Teken van God. Of in de diepte of in de hoogte.
And Ahaz responds with a parody of piety. I will not ask. I will not test God. En Ahaz die reageert van ik zal het niet vragen. Ik zal God niet op de proef stellen. And indeed, in Deuteronomy chapter 6, verse 16, we read, you shall not test God as you tested him in Massah. So testing God is inappropriate. En zoals we dan ook lezen inderdaad in Deuteronomium hoofdstuk 6. En dan vers 16. Stel God niet op de proef, zoals u bij Massah deed. Dus niet... Niet gepast. But of course, it's a completely irrelevant statement here because God wasn't asking for a test. He was asking for some sign to be solicited to show that Ahaz believes in the word of God, in the prophecy coming true. Maar dat was dus niet relevant, die opmerking. Omdat ja, God die zei tegen hem, vraag maar om het teken, dan kan God het geven. Zodat Ahaz gelooft in de profetie en dat het waar is. But Ahaz doesn't believe. Maar Ahaz gelooft het niet. And Isaiah says to him, hear you now, O house of David. And is it a small thing for you to weary men, that you will weary my God also? En Jesaja zegt van, luister, o huis van David, can you please give me the chapter? Verse 13, we're back in, again, Isaiah chapter 7, verse 13. Oh, sorry. Toen antwoordde zij, luister, huis van David, is het niet genoeg? Mensen te tergen, moet u nu ook mijn God tergen? And what follows is the sign from God and the second child, probably in context here, of the prophet himself. En ja, dus hierop volgend het teken van God, dus het tweede kind. Show Ahaz, the unbeliever, that the words of the prophet Isaiah and the imminent salvation of Judah from its enemies is happening. Dus ja, het teken om Ahaz ja, te doen geloven dat, ja, dat het woord van God waar is en ja, dat het de redding van Juda nabij is. Child number one was Sha'ar Yashuv, a remnant shall return. Kind nummer één was Sha'ar Yashuv, dus het overblijfsel zal terugkeren. Child number two is Immanuel, God is with us. En ja, kind nummer twee is Immanuel, God is met ons. That is, perhaps we can add here, a remnant shall return if God is with us. Which means, of course, if we are with God. En ja, daar kunnen we dus uit lezen. Dus, dus het overblijfsel zal terugkeren. En de tweede is dat God is met ons, maar dan kunnen we beter zeggen als wij met God zijn. And there is a detailed description that follows of the devastation of Assyria, the transformation in the whole area, the upheaval that takes place. En er is een ja, wat volgende gedetailleerde, wat er gedetailleerd neergezet hoe Assyrië dus de vernietiging heeft. And finally, and with this we conclude, in chapter 8, verse 1, God said to me, take a great tablet or scroll and write in common script, the spoil speeds, the prey hastens. En tot slot in hoofdstuk 8, vers 1. De Heer zei tegen mij, neem een groot schrijftablet en noteer erop in leesbaar schrift, haastige roof, spoedige buit. In common script,
So when the time comes, people will know this was the word of God. Dus in leesbaar schrift, dus als de tijd komt, zodat mensen zullen weten van dit was van God. And in further clarification of this expression, this sign, in verse 3, I went unto the prophetess and she conceived and bore a son. This is the son of Isaiah himself. En verder in hoofdstuk 3, als teken van de woorden van hiervoor. Ik had gemeenschap met de profetes en ze werd zwanger en baarde een zoon. Dus de zoon van Jesaja zelf. And the child is named Maher Shalal Chashbaz, the spoil speeds, the prey hastens. Same thing as what was written on the tablet. En de zoon van de naam is dus hetzelfde als werd geschreven op de tablet. Haastige roof, spoedige buit. For before the child shall have knowledge to cry, my father and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be carried away before the king of Assyria. Want, hoofdstuk 4, vers 4, want nog voordat de jonge vader en moeder kan zeggen... vader en moeder kan zeggen, zullen de rijkdommen van Damascus en de schatten van Samaria door de koning van Assyrië worden buitgemaakt. And ironically, again, that's not going to be the end of the story, because the end of the story is the destruction of Assyria itself. En dit is nog niet het einde van het verhaal. Het einde van het verhaal is de vernietiging van Assyrië zelf. Except that that final conclusion still remains afar off. Maar die finale conclusie die blijft nog ver weg. And maybe the most appropriate way for us to conclude here is with the verses in Habakkuk chapter 2 that seem strangely similar to the prophet in Isaiah chapter 8 being commanded to write down the message on the tablet. En om een mooie manier om af te sluiten in Habakkuk is in vers 2, dus dat de profeet het ook moest opschrijven op een tablet, net zoals Jesaja dat deed. In Habakkuk chapter 2 verse 2, God answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets, that a man may read it swiftly. Almost exactly what God says to Isaiah in chapter 8. Dus in Habakkuk hoofdstuk 2 vers 2. En God antwoordde hem en zei, schrijf het visioen op een tablet, zodat men het makkelijk kan lezen. Bijna hetzelfde als wat hij zei tegen Jesaja. Verse 3. For the vision is yet for the appointed time. And it declares of the end and does not lie. Though it tarry, it may take a long time, wait for it, because it will surely come, it will not delay. That is, it will not delay once the time comes, whenever that is. Please, a moment, please. Dan vers 3... Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar. Het komt zeker, het zal niet uitblijven. Verse 4. Behold, with respect to the wicked, his soul is puffed up. It is not upright in him, but the righteous shall live by his faith. In vers 4. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Of misschien zal leven door zijn geloof. What an extraordinary summary. The righteous shall live by his faith. Wat een bijzondere samenvatting. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. In the Hebrew, we could translate it perhaps more literally as the righteous lives in his faith. Vanuit het Hebreeuws zouden we misschien nog
beter kunnen vertalen. De rechtvaardige leeft in zijn geloof. The faith isn't the starting point and it's not the conclusion. It's the framework. The framework within which one lives. Het geloof is niet het beginpunt of het eindpunt, maar het is de toestand waar iemand in leeft. Let's consider in summation what we've seen in Isaiah's words. Dus laten we nu even nog nadenken over wat we nou allemaal hebben gelezen in de woorden van Jesaja. There are great upheavals in the world. Er zijn veel slechte dingen in de wereld. I think we can all very readily identify with that in the world in which we live today. Daar kunnen we denk ik ons allemaal wel wat bij voorstellen in de wereld waarin we vandaag leven. And it is not only difficult, but often impossible, especially since we don't have prophets today, to know where is it all leading. En het is soms lastig en moeilijk, omdat we vandaag de dag geen profeten hebben. Waar leidt ons dit alles naartoe? And the truth is that God's message to Ahaz through Isaiah, be calm and be quiet, is a message that we don't necessarily know how to apply in our lives. En wat er dus de boodschap die Jesaja dus gaf aan koning Ahaz van wees kalm en wees rustig, is dus een boodschap die voor ons ook moeilijk is om toe te passen in ons leven. In the time of Isaiah, it was the right advice: be calm and be quiet. But the next time that Jerusalem was brought under siege, in the time of Jeremiah, it wasn't. And Jerusalem fell and was destroyed. En dus in de tijd van Jesaja was het dus die boodschap. En Jeruzalem bleef staan. En in de tijd van Jeremia was dat niet zo. En toen viel Jeruzalem. But the most important message of be calm, be quiet, is first and foremost, one of trust. There is someone who is in charge, and that is God. Dus de belangrijkste van de boodschap van wees kalm is dus van vertrouwen hebben in God. Want God heeft alles in de hand. Die heeft die beheerst alles, die heeft de touwtjes in handen. And of course, second of all, recognizing that God's salvation is always at hand. En ten tweede, dus dat Gods redding eigenlijk altijd voorhanden is. Just we need to make ourselves worthy of it. En wij moeten zorgen dat we waardig zijn, dat we die redding waardig zijn. We've noted this many times. God is always pouring out His Spirit, but we need to make the vessels to be able to receive His Spirit. Ja, dus we zien dus dat God zijn geest altijd uitstort. Maar wij moeten dus zorgen dat wij dus een juiste vat zijn, een juiste kruik zijn, waar de in kan. So of course, be calm and be quiet also refers to that. Don't think that you're going to be planning out the world. You can plan out yourself. Dus you can plan out how you make yourself worthy. Dus de boodschap, God's salvation. Dus de boodschap van wees kalm en rustig geldt dus voor ons in die zin dat wij dus niet de wereld kunnen gaan plannen, maar wel hoe we ons eigen leven kunnen plannen en dat we dus zelf ervoor zorgen dat wij dus wel waardig zijn voor de redding. There are, as there were in the time of Ahaz, great, fearsome storm clouds gathered on the horizon. En er zijn nu, net als in de tijd van Ahaz, grote, hele beangstigende
stormwolken, als het ware, die zich aan het verzamelen zijn boven de wereld. And the message of Isaiah to Ahaz and to us is, we face those clouds with God, and, in our faith. En de boodschap van Jesaja naar Ahaz was hetzelfde als naar ons. Wij gaan die tegemoet en in geloof. Only thus can we be worthy of God's blessings. I'm sorry, can you please repeat? Only thus can we be worthy of God's blessings. Alleen dan zijn wij dus, kunnen wij dus ook Gods zegeningen waard zijn. God bless you. God zegen.